Goedendag, welkom bij Onder Ons van maandag 21 september. Met aan tafel schrijver Anton Doutzenberg uit Tilburg. Presenteert morgen in Amsterdam zijn nieuwe roman, Wie zoet is. Sinterklaas speelt een grote rol in het boek. Ja, ja. Heb jij... toch wel. Heb jij goede jeugdherinnering aan Sinterklaas? Ik heb wel goede jeugdherinneringen aan Sinterklaas, maar ik heb ook eigenlijk... Ik vond het ook een onprettige man, zeg maar. Ik heb wel goede jeugdherinneringen aan dat het gezellig was in het gezin, thuis en op school. Maar ik vond het ook... Ik was er bang van. Ja? Ja. Ik was er bang van en toen ik niet meer in Sinterklaas geloofde, is me dat ook altijd bezig blijven houden. De figuur Sinterklaas en waarom er mannen zijn die het zo fijn vinden om Sinterklaas te spelen. Nou, dat fenomeen onderzoek je ook een beetje in deze nieuwe roman. Het boek gaat over Sinterklaas en ook over pedofilie, een ontvlambare mix. En over nog heel veel meer trouwens. Anton Doutzenberg uit Tilburg, schrijver. Morgen presenteert hij zijn nieuwe roman. Maar waarschijnlijk is hij bekender als de man die verwarring weet te stichten met zijn standpunten en zelfs agressie oproept. Bijvoorbeeld toen hij lid werd van pedofiele vereniging Martijn. Maar ook toen hij samenwerkte met de gevallen psycholoog Diederik Stapel uit Tilburg. En verwarrend was ook dat hij vrijwillig een nier afstond aan iemand die hij niet kende. Je hebt wel eens gezegd, ik heb iemand geholpen en ik moet me daar voortdurend voor verantwoorden. Ja, en het toen met die nier, hè? En het overschaduwt mijn 10 boeken, hè? Blijkbaar. Ja, maar dat is wel waar mensen jou van kennen. Van een deel van de mensen natuurlijk. Ik bedoel, er zijn twee een beetje gescheiden circuits ook. Hè. En die vraag was over die verantwoording van die nier. Ja, dan moet je alles wat afwijkt, moet je voor verantwoorden. Of dat een positieve of negatieve zin is. Dus, zeker. Dat hele Martijn-verhaal, daar heb je het liever niet meer over? Ja. Nou, laten we het over de boeken hebben. Ik bedoel, ik heb er zoveel over verteld en daar is zo uitgebreid over gesproken. En dat is inmiddels denk ik wel duidelijk hoe ik daarin sta. Ja, maar toch, bij jou wordt het wel gauw één geheel, hè? Datgene wat je je boeken doet en wat je je leven doet. Het is niet echt los te zien. Ja, ik blijf niet binnen de kaften van het boek, zeg maar. Ik heb er nog niet echt een heel goed verdienmodel voor ontwikkeld. Maar het levert veel publiciteit op, maar geen geld. Nou, de publiciteit vind ik helemaal niet zo belangrijk. Maar er zijn gewoon een aantal zaken waar ik me wel voor wil inzetten. En ik blijf gewoon niet binnen de kaften van het boek. Voor mij is het ingeheel inderdaad. Ja. Heel veel mensen zouden bijvoorbeeld toen Diederik Stapel jou een mail stuurde gezegd hebben... ik wil met jou niks te maken hebben. Bij jou was het een sentiment in tegendeel, weet je wel. Je wilde hem helpen. Nou, ik ben als iemand om hulp vraagt, zal ik dat altijd serieus afwegen. En ik ben geïnteresseerd in... ik was in ieder geval geïnteresseerd in wie hij was en waarom mensen zo... zo agressief op hem reageren. Ik wil gewoon elk vraagstuk onderzoeken. Dat is eigenlijk wat ik doe. En ik vind taboes geen probleem om die te verkennen. Ja. Nee. Maar de maatschappij vindt soms wel een probleem. Want je verloor je baan bij Fontys Hogeschool bijvoorbeeld. Ja. Omdat ze ineens... Ze hadden je binnengehaald. Om deze reden ook. Hè? En toen opeens zei er iemand, maar hij is controversieel. Ja. En toen moest je eruit. Ja, kijk, even heel kort nog over Fontys. Het is natuurlijk belachelijk hoe het gegaan is. Maar wat ik dan nog over wil zeggen, is dat wat ze bij Fontys doen, en dat gebeurt breder in de samenleving, dat ze van volwassen studenten van 20, 22 jaar kwetsbare kinderen maken. Terwijl die jonge volwassenen eigenlijk klaargestoomd moeten worden om in de samenleving een rol te vervullen en zelf na te denken. Mm-hmm. En op deze manier worden ze eigenlijk heel erg betutteld. Ja. En dat irriteert jou mateloos. Want je had er best moeilijk mee, hè, dat je daar weg moest. Ja, dat is natuurlijk niet fijn als je ontslagen wordt om zulke reden. Terwijl ik heel zorgvuldig sollicitatietraject heb doorlopen, waarin ik mij juist was gevraagd om zeg maar die maatschappelijke thema's met de studenten te verkennen. Hmm. En op het moment dat je dan dat traject ingaat en je wordt aan de kant gezet, dan is dat op zijn zacht gezegd niet fijn. Nee. Nou, je boek. Graag. Maar ook daarin, je zegt het zelf al, mijn leven en mijn boek, dat gaat toch in elkaar door. Ook daarin zitten best wel een hoop dingen waar mensen zich aan zouden kunnen storen. Bijvoorbeeld die associatie die je maakt tussen Sinterklaas en pedofilie. Nou kijk, niet pedofilie, je zei dat net. Kindermisbruik? Ook al, nou, dat is ook de vraag. Hè. Ik bedoel, er wordt een en ander gesuggereerd zonder dat het expliciet wordt gemaakt. Hè. Er zit wel één expliciete scène in. Maar dat is wel een droom. Waarin Sinterklaas toch dingen maar doet die hij niet mag doen. Ja, maar dat is een droom. Hè? En de vraag is van wat die droom voor betekenis heeft in de werkelijkheid. En daar speel ik mee. Werkelijkheid, fictie. Maar waarom komt die liefde voor kinderen hier weer in voor? Wat fascineert jou daarin? Nou, liefde voor kinderen. Ja? Maar volgens mij komt hier niet liefde voor kinderen hier in terug, toch? Nou, ik bedoel, nee, niet liefde, misbruik van kinderen. Laat het zo noemen dan.
Ik heb niet het idee dat het hier heel specifiek in terugkomt. Ik heb een roman willen schrijven over een man die getraumatiseerd is. En op zoek gaat naar verlossing. En gaandeweg merkte dat zijn binnenwereld met hem op de loop gaat. En hij raakt echt verdwaald in zijn binnenwereld. En zoekt zijn toevlucht tot zijn onderbewustzijn en zijn dromen. En hoe ver er in de realiteit echt iets is gebeurd, zeg maar, dat is volgens mij aan de lezer om daar een invulling aan te geven, ja. Een betekenis aan te geven. Ja. Het begon niet met het gevoel, Sinterklaas komt eraan, ik wil een Sinterklaas-roman schrijven. Zo is het niet gegaan. Nee, zo'n idee speelt natuurlijk al veel langer op het moment dat ik zo'n boek ga schrijven. Maar het heeft mij wel altijd gefascineerd waarom er mannen zijn die elk jaar graag een jurk aantrekken. En dan, zo mag je het dan niet noemen, hè? Zo mag je het dan niet noemen, hè? Want dan worden ze boos. Hè? Tabbert, hè? Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Maar dat eigenlijk ja, mannen zijn die een jurk aantrekken, een baard opplakken, een meid erop zetten en een kinder op de schoot hijsen. Dus dat vind ik op zich een fascinerend gegeven. En ik ga in dit boek in ieder geval via mijn protagonist op zoek naar de motieven van die mannen om dat te doen. Hij gaat eigenlijk een aantal Sinterklazen interviewen. Hè? Daar komt het op hij reist het hele land door omdat hij een aantal Sinterklazen gaat interviewen. En gaandeweg wordt duidelijk wat er precies in de hand is. Of niet. Of niet. Toch? Ja, inderdaad. Ja, ja, je doet het boek dicht en je weet het eigenlijk nog niet. Hè? Nou ja, we zullen het over het slot niet hebben. Dat moet je nooit verraden. Het projectiepotentieel van het boek is volgens mij wel hoog. Dus het is niet te verengen. Wat bedoel je dan? Projectiepotentieel? Je kunt er denk ik heel veel betekenissen aan ontlenen aan het verhaal. Als ik die pedofilie eruit haal, dan zegt het meer over mij dan over jouw boek. Bedoel je dat? Dat denk ik wel, ja. Ah. Ja. Zit er veel Anton in het boek eigenlijk? Ja, dat moet wel, hè? Nou, dat zit in elk boek wel, hè. Ik denk dat voor elke schrijver wel geldt. En hier zullen echt wel, de afgelopen jaren hebben natuurlijk wel ook zijn sporen nagelaten in het boek, zeg maar. Ik ben ook heel concreet, ik had het plan voor dit boek al jaren, maar ik ben heel concreet gaan schrijven naar mijn ontslag bij Fontys. Ik heb de woede en het verdriet, zeg maar, van mijn ontslag heb ik proberen om te zetten in een creatief proces. En dat liep lekker? Nou, dat schrijven ging wel goed, ja. Maar het heeft me ook wel geholpen, zeg maar. Jouw hoofdpersoon is iemand die gestopt is met medicijnen, psychische medicatie, om het zo maar even te zeggen. Dat geldt ook voor jou zelf. En dan denk je meteen, daar heb je Anton dus. Ja, maar goed, er zit in elk boek. Er zijn autobiografische elementen te ontdekken, zeker. Zeker. Maar ik heb mezelf nog nooit verkleed als Sinterklaas. Dat ter geruststelling. Nee, maar hoe bevalt de wereld zonder medicijnen? Of? Redelijk. Ja? Redelijk, ja. Je omschrijft dat in het boek als een gewatteerde wereld waar je dan toch lang in geleefd hebt. Ja, dat is wel. Dus inderdaad. Er zit een zekere verdoving vindt er plaats op het moment dat je die medicijnen slikt. En als je die niet meer slikt, dan wordt het leven wat rauwer en wat pijnlijker. En dat heeft zeker zijn weerslag gekregen in het boek. Zeker als je er ook nog bij optelt dat ik net was ontslagen bij Fontys om die redenen. Dus zeg maar, ik denk dat is in het boek wel terug te lezen, denk ik. Als je nou zo'n boek aan het schrijven bent, hè, heb je dan ook wel eens gezegd, laat ik dit maar niet opschrijven, wat er nu in me opkomt? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Jij voelt je volkomen vrij? Ik voel me volkomen vrij, ja. Ik vind de kunst wel een vrij plaats om alle gedachten, alle taboes te verkennen. Ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind dat gedachten altijd vrij moeten zijn, mogen zijn. Want jij had hier een passage van je zeg. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Nee, omdat je vraagt naar aanleiding van het boek. Hè. Nou ja, goed. Jij schrijft een ruw boek, rauw op sommige plekken. En dan kan ik me voorstellen dat het hier... Ja. Ik ook wel eens denk, zal ik dit wel opschrijven of niet? Maar dat is niet het geval. Het lijkt me heel goed. Ja, de wereld is natuurlijk heel vaak rauw. Hè? En er gebeurt van alles. En ik sluit mijn ogen daar niet voor. En ik neem geen genoegen met gemakkelijke one-liners over groepen mensen. En probeer me te verdiepen in de problematiek. En niet blind maar iets te roepen. En mensen moeten dood en dat soort zaken. Dat doe ik niet aan mee. Dankjewel, Anton. Het boek wordt morgen in Amsterdam gepresenteerd. Dankjewel. Veel plezier daar.